Dit ben ik, Sarah Domogala, 35 jaar, filmmaker uit Amsterdam. Ambitieus, half Frans, getrouwd, moeder. En ik hou zoals de meeste vrouwen om me heen heel veel van kleren. Ik heb één trend, zeg maar, één modebeeld. Het is niet eens echt een trend, het is een modebeeld wat er op dit moment opkomt. Uitgekristalliseerd in de film. Donkerblauw, zwart, grijs, witte blouses. Het is eigenlijk een beetje kostschoolachtige look. Hele strakke belijning, heel simpel, echt heel eenvoudig. Het is ook echt een trui zoals je hem zou tekenen. Een jurk zoals je hem zou tekenen. Geen make-up, lang haar. Je hebt er wel over nagedacht, maar je bent er niet te veel mee bezig. Ik zag een verschuiving in mijn eigen kledingkast. Ik wilde alleen nog maar eigenlijk deze donkerblauwe trui aan. En het liefst met een wit kraagje eronder en gewoon zo simpel mogelijk. En ik begreep eigenlijk niet zo goed waarom. Het gaat erom dat je een kledingvorm kiest die je jezelf laat zijn en je geest de geest laat zijn. En die niet probeert te overheersen in kleur of in detail of materiaal. We hebben gedraaid in Amsterdam, in Parijs en in Londen. Dit zijn voor mij toch wel echt een modesteden waar heel veel gebeurt. En op een andere manier heel veel gebeurt. Maar overal is hetzelfde gaande onder vrouwen. Weet je, iedereen adopteert hetzelfde beeld en hetzelfde gedachtegoed. En ik denk dat die onderlinge verbondenheid, dat heel erg belangrijk was om te laten zien in de film. Belangrijk is het dat ze een beetje proberen te underdressen, te downdressen. Dat ze eigenlijk niet op willen vallen. Het zijn geen schreeuwende kleuren, het zijn geen schreeuwende prints, het zijn geen hoge hakken, het zijn geen lange nagels. Het is heel... Eigenlijk is intens correct. De gedachte daarachter is eigenlijk dat je gewoon met je uiterlijk overal binnen kan komen. Je kan er alles mee, je kan er een belangrijke bespreking bij de bank mee hebben. Je kan er mee naar een cocktailparty. En je kan er je kinderen in naar school brengen. En het zit je niet in de weg. Het is eigenlijk meer een soort uniform dan dat het iets is, dan dat het zegt van oh kijk mij eens binnenkomen. En dat is denk ik ook heel belangrijk. Tenminste voor mij was dat er heel belangrijk aan. Ik wil dat het meer over mij gaat en wat ik te zeggen heb dan welke jurk ik heb aangetrokken. Wat is nou echt vrouwelijke kracht en waar zit hem dat in? En wat maakt vrouwen eigenlijk onafhankelijk? Is dat inderdaad je afzetten tegen mannen? Of is dat, misschien hoeft dat wel niet meer. Misschien gaat het inderdaad om je eigen keuzes durven maken. En ik denk dat dat iets is waarvan ik om me heen zie dat vrouwen daar nog steeds heel veel moeite mee hebben. Dat er nog steeds heel veel druk is van hoe een vrouw eigenlijk zou moeten zijn. En dat dat toch zwaarder weegt dan wat jij belangrijk vindt. En wat jouw ideeën zijn over het leven. Nee, het is zeker geen modegril. Het is tegenovergestelde van de modegril. Het is iets wat ontstaan is uit een sociale maatschappelijke noodzaak. Dus het is wel een heel ander verhaal.